Hoi, ik ben Jos Zwanenberg en ik ben professor aan de Universiteit van Tilburg. Daar geef ik onderwijs en doe onderzoek naar diversiteit in taal en cultuur. Ik ga jullie iets vertellen over diversiteit. Diversiteit betekent verscheidenheid, dus dat we allemaal verschillend van elkaar zijn. We hebben verschillende feesten, andere tradities, andere religies en we spreken verschillende talen. Daardoor zijn we allemaal verschillend van elkaar. Dat komt doordat we veel verhuizen. Mensen verhuizen van dorp naar dorp of naar de stad. En mensen verhuizen van andere landen naar Nederland. Die veranderingen van woonplaats noemen we migratie. En de mensen die van woonplaats veranderen, noemen we migranten. Waarom doen mensen dat? Migratie gebeurt om verschillende redenen. Vaak willen mensen of moeten mensen verhuizen voor hun werk of om te gaan studeren. Maar er kunnen ook heel erge redenen zijn voor migratie. Zoals oorlog, een hongersnood of een natuurramp. Waarvoor mensen moeten vluchten. De mensen die verhuizen nemen natuurlijk hun cultuur met zich mee. Ze nemen hun ideeën, hun geloof, hun gewoonte en hun taal met zich mee naar hun nieuwe bestemming. En zo zorgt migratie voor meer diversiteit in onze samenleving. Op de nieuwe bestemming leren de nieuwe bewoners de cultuur van die nieuwe plaats kennen. Dan gaat het dus ook om de ideeën, het geloof, de gewoonte en de taal van die plaats. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Als wij zelf een vreemde taal leren, zoals Duits of Frans, dan doen we daar immers op school ook jarenlang over. Monsieur, nous ouvrir le restaurant. Ik denk dat dat een beetje papagaaienmuziek is. Het is belangrijk dat we begrip hebben voor elkaar en dat we naar elkaar luisteren. Dat we met andere woorden tolerant zijn ten opzichte van andere culturen. Het kost veel tijd en moeite om te leren wat de nieuwe cultuur allemaal inhoudt. Andersom leren de mensen die er al woonden ook de nieuwe culturen van migranten kennen. Zodoende wordt de cultuur van de plaats waar wij wonen verbonden met de culturen van verschillende plekken over de hele wereld. En die verbondenheid noemen we globalisering. Een belangrijk kenmerk van globalisering is dus de diversiteit in cultuur. En een belangrijke oorzaak is migratie. Maar wij zijn met onze cultuur ook verbonden met allerlei andere culturen via computers en smartphones. Een tweede belangrijke oorzaak van globalisering is dan ook ons leven online. En niet alleen mensen en hun culturen zijn op deze manier wereldwijd met elkaar verbonden, maar ook de manier waarop we spullen kopen en verkopen of informatie vinden, gebeurt wereldwijd. Zo, dat was mijn verhaal over de diversiteit van cultuur en globalisering. Hopelijk tot ziens op de campus van Tilburg University.